De maakindustrie in Limburg. Is die er? Ja, natuurlijk is die er. Is die belangrijk? Nou, een van de gasten vandaag weet daar werkelijk alles van. En we hebben een echte Limburgse Willy Wortel vandaag in de uitzending. U heeft een probleem, hij bedenkt de oplossing. Maar eerst gaan we eens kijken naar ons GFT-afval. Want we produceren nogal wat met elkaar. En veel van dat afval wordt opgehaald door Attero en dat eindigt dan ergens in Venlo. En daar is een heel slim project. Ze proberen daar om in de toekomst van ons GFT-afval bioplastics te maken. En die bioplastics, die kunnen dan weer dienen als grondstof voor andere dingen. Waste to biobased. Het GFT komt hier vers binnen uit de inzameling in de wijken. Vervolgens sturen wij dat met een loder, wordt het in tunnels gebracht. Die zijn 30 meter lang en een week lang gaat die tunnel dicht en wordt er water over het GFT gesproeid. En gedurende dat proces worden vetzuren gemaakt uit het GFT die in het water oplossen. Vervolgens gaat dat water naar een reactor die buiten staat. En daar wordt het biogas gemaakt en maken we er elektriciteit van. Dat is wat er nu gebeurt. Alleen waar we nu dus mee bezig zijn is om dat water wat we uit de tunnels halen met vetzuren erin. Dat water gaan we gebruiken om bioplastics te maken. Kijk wat nodig is om bijvoorbeeld van groente, fruit, tuinafval, om daar bijvoorbeeld bioplastics van te maken. Dan doen wij een beroep op de natuur. En de natuur die heeft heel veel levende wezens, van groot tot klein en ook heel klein. En heel klein, dat zijn onze knechten, dat zijn de bacteriën. En die eten vetzuren die zeg maar, in afvalwater wat door het groente, fruit, tuinafval sijpelt. Daar ontstaan vetzuren in en die bacteriën die gaan dat eten. En in die bacteriën ontstaat door dat eten ontstaat dan weer plastic. En dat plastic kun je weer gewoon gebruiken om daar echt nieuwe plastic van te maken. De kleine knechten maken dus het bioplastic. Maar wat maakt Attero dan weer van het plastic? Olaf? Nou, wij hebben het idee om daar plastic zakjes van te maken, zoals deze. En dit zijn bijvoorbeeld pedaalemmerzakjes waarmee we weer nieuw GFT kunnen inzamelen. En op die manier hebben we een gesloten kringloop waarmee wij zorgen dat er meer GFT in de keuken in de groene kliko verdwijnt in plaats van in de grijze kliko. En kunnen wij deze zakjes met dat GFT erbij weer verwerken en maken we weer nieuwe zakjes van. Het GFT wordt nu nog omgezet in compost en energie voor maar liefst 1500 huishoudens. Maar het kan nog duurzamer. Het minste wat je ermee kunt doen is de energiewater die erin zit uithalen. Dus dan maken we weer groen gas, we maken elektriciteit, we maken stoom wat gewoon weer als warmte in bijvoorbeeld kas ingezet kan worden. En nog mooier is als je gewoon de rest weer tot grondstof of tot producten weet te maken. In feite is het uitgangspunt van alles wat in het afval zit, kan weer een nieuw leven krijgen. We hebben naast bioplastic productie uit GFT hebben we nog veel andere trajecten om de kringlopen te sluiten. En dat zijn bijvoorbeeld bouwmaterialen die we uit gras kunnen maken. Daarmee kunnen we een duurzaam product maken in plaats van het gras om te zetten in energie en dan is het weg. Maar als je bouwmaterialen maakt, heeft dat een veel langere levensduur en dat heeft qua duurzaamheid een veel hogere waarde. We zijn bezig om ook uit biomassa om daar bestanddelen voor chemicaliën te maken, zodat je geen aardolieproducten meer nodig hebt om chemicaliën te maken. Daarnaast zijn er kunststoffen die we uit huisvuil halen. Die kunststoffen die werken wij op dusdanige manier op dat daar de industrie weer mooie producten van kan maken. Het moeilijke zit hem heel vaak in, hoe kan ik zorgen dat er een markt voor ontstaat, dat ik weer de grondstoffen kan afzetten. Want mensen zijn toch vaak een beetje huiverig als ze weten van iets komt uit het afval. Als je weet van ik heb hier een nieuw papier en dat heeft er tussen het afval gezeten, dat heeft toch een bepaald gevoel bij de meeste mensen. Nou, daar zit de uitdaging in om te zorgen dat dat beeld er niet is, dat je gewoon zorgt dat je helemaal op specificaties kunt produceren.
Dus dat er geen link meer is met het afval wat het ooit geweest is. Daar zit de moeilijkheid. En van al die nieuwe ontwikkelingen is het omzetten van GFT-afval in bioplastic dus het verst. De eerste bioplastics uit ons water zijn gemaakt met een kwaliteit die boven verwachting was. Dus dat geeft ons vertrouwen om verder te gaan naar de volgende stap. En dat is de pilotfase die we volgend jaar willen neerzetten. Peter Geurts, van harte welkom. Dank Willy je. Wortel uit Horst. Ja, dat zeggen ze wel eens, ja. Ja, hè? Ja. Wat heeft nou toch een wortelsorteermachine te maken met de IVF bij paarden? Ja, het is allebei techniek. En het is allebei kijken hoe je iets goed kunt produceren. Ja. Ja. En hoe je een goede productie op kunt zetten, in het geval van die wortelsorteerder. Ja, ja, want je hebt ze allebei, ben je daar heel druk mee geweest. Ja. 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 Maar het is allebei techniek en het is dus techniek die dezelfde is, maar op twee verschillende domeinen toe te passen. Ja, nou ja, kijk, wij als GTE, wij focussen ons op techniek die vooral in beweging is. Dus statische constructies voor daken of dat soort dingen, dat zullen wij niet snel doen, nee. We zoeken wel iets waar mechanica in zit, wat beweegt, ja. Ja. Je bent in 2000 begonnen, hebt inmiddels ruim 10 mensen in dienst, research en developers. Zijn allemaal slimme mensen, slimme koppen. Ja. En dat zijn met name hbo-geschoolde mensen, hè? Geen academen. Nee, dat zijn hbo-mensen omdat wij een bedrijf zijn die niet echt fundamenteel onderzoek doen. Ja. Wij zijn juist een bedrijf wat van bekende technieken, bekende processen, machines creëert. Dus dat is heel erg hands-on. Ja. Gewoon doen. Ja. Maar jullie maken nieuwe oplossingen. Ja. Ja. Maar hoe begint dat dan? Komt er dan altijd een opdrachtgever naar je toe en die zegt van dit is mijn probleem, zorg voor de oplossing? Of kom je ook zelf met hele nieuwe ideeën? Dat komt beide voor, ja. Ja, ik denk het grootste gedeelte bij ons toch wel gewoon vraaggedreven is. Dus er is ergens een probleem en er wordt een oplossing voor gezocht. Ja. Nou, dan gaan wij eigenlijk met alle voorhanden kennis gaan we aan de slag om daar een doeltreffende oplossing voor te zoeken. En het komt ook wel voor dat ik zelf geïnspireerd raak door een of ander idee en dat ik denk van god, daar moet eigenlijk toch wel markt voor zijn. Noem maar eens zo'n idee dat jij... Nou, een idee is dan bijvoorbeeld die vegetar. De vegetar. Wat is de vegetar? Dat is een samentrekking van vegetables en avatar. Ja. We kennen denk ik allemaal wel de film Avatar. Ja. En de kern van die film is eigenlijk dat je als het ware in de huid kruipt van een ander mechanisme, zeg maar. Een alter ego, een avatar. Hè. Ja? Dus op afstand dat mechanisme controleert, zeg maar. Nou, en wat wil dit in de praktijk zeggen? Ja, ja. Nou, we zien het eigenlijk al volop om ons heen. Bijvoorbeeld een operatierobot. Dat is een robot zonder intelligentie. Die robot wordt bediend door de chirurg die er langs zit aan joystickjes. Die chirurg kijkt gewoon op een schermpje en ziet wat er in je buik gebeurt en hij manipuleert de grijpertjes. Zeg dus maar. Het brein van de chirurg zit in de robot in de buik? Ja, zo moet je dat eigenlijk zien. Ja. En wat doet die vegetar dan dadelijk? Want die heeft ook dus een brein van een ander. Nou, die vegetar is eigenlijk, als je naar de industrie kijkt, dan zien we volop autonome robots. Hè, die gewoon telkens dezelfde taak heel simpel uitvoeren. Ja. In de groenten en fruit lukt dat niet. En dat komt omdat dat geen voorspelbare wereld is. Dat is levendig goed. Je kan niet gewoon een robot programmeren van doe dat trucje maar. Hij loopt binnen de kosten keren vast en snapt het niet. Ja. Nou, het idee van de vegetar is om een robotisering te maken die door mensen op afstand kan worden bediend. Dus dan kunnen mensen bijvoorbeeld ook vanuit huis in een kas werken of vanuit een ander land. Dus ik zit thuis en ik pluk de tomaten in de kas? Ja, dat kan. Dat doet de vegetar dan voor mij? Want ik denk daarover na en ik zie wat ik wil plukken. Ja, ja, je beslist die is rijp en die niet. Dus dit is goed nieuws voor iedereen die in de kassen werkt. Dat kan straks gewoon op de bank voor de televisie. Nou, dat is weet. De vegetar. Ja, wie weet. Ja, ja. Maar wacht, niemand heeft jou dit gevraagd. Nee. En toch maak je hem. Ja, maken we. We zijn samen met de TU nou aan het kijken wat daar nou eigenlijk allemaal aan te pas komt. En in hoeverre dat haalbaar is. Revolutionair.
Ja. Maar er is nog iets interessants waar je mee bezig bent. Dat is bijvoorbeeld die traplift. Totaal los van de voet en agro. Dat is meer zorg en medisch gerelateerd. Ja. Maar wat irriteert je daar dan in de huidige situatie met die trapliften die we tegenwoordig vaak in huis hebben om nog boven te komen, langer te kunnen blijven wonen? Ja. Nou ja, de traplift is een typisch vraaggedreven project. Daar kwam kwam Kersten uit Roermond, die zit in de revalidatietechniek. Die kwam met die ergernis bij ons. Ja. Die vonden het van de gekke dat je een traplift één keer kan monteren ergens en daarna gaat hij de vuilnisbel door. Schroot is het schroot. Dan? Ja. Dus gewoon schroot produceren. Gemiddeld zit zo'n traplift 4 jaar. Ja. Dat is eigenlijk gewoon heel erg zonde dat die maar één keer gebruikt wordt. Dat heeft te maken met de specifieke trapvormen. Er is er geen twee hetzelfde, behalve rechte trappen dan, maar bijna alle trappen zijn anders. Ja. Telemeet. Ja. En dus, wat zeg jij dan met de slimme jongens in Horst? Wij moeten een systeem gaan bedenken wat we her kunnen verstrekken. Wat gewoon nog een keer en nog een keer en nog een keer gebruikt kan worden. Ja. En dan trek je dus samen op met zo'n bedrijf, de investeerder. Ja. Maar hoe kan het dat jij, of misschien moet ik het anders zeggen, ben jij zo goed bezig dankzij de crisis of ondanks de crisis? Ja, dat is een goeie. Dat zou ik eigenlijk niet weten. Nee. Nee, we hebben eigenlijk in jaren dat het voor de crisis hebben goed gedraaid en de jaren daarna eigenlijk ook. Maar waar wijd je dat aan? Hoe kan het dat ze je weten te vinden? Ik denk dat wij een bedrijf zijn wat wel all the way gaat. Dus als wij met een opdrachtgever ergens aan beginnen, en dat waardeer ik ook zeer in onze opdrachtgevers, wij vragen er best wel wat lef van. Ja. Maar als die opdrachtgever mee blijft lopen, dan blijven wij ook lopen totdat het er is. Ja. En dan neem je afstand? En dan nemen we afstand, ja. Dan dan trek je terug? Ja. 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 Goed, dankjewel Peter Geurts. Drink je koffie of thee? Koffie. Koffie, nooit thee? Nee. Nee? Niet vind snel, je niks? Nee. En een goede kruidenthee? Ja. Misschien? Ja, het zou kunnen. Ja. Oké, dan gaan we kijken bij René, onze chef. Oké. René Brien. Brien aan de Maas in Wel. Want hij heeft me toch een kruidentuin. En daar heeft hij allemaal bijzondere kruiden, waar we het bestaan helemaal nog niet van wisten. En bijvoorbeeld kruidenthee. René, de thee. De kruidenthee. Uit Venzelheide. Het ruikt je al tegenwoordig. Fantastisch. Ja, ze is ook heel mooi. Venzelheide. Puntje Noord-Limburg, volgens mij. Ja. Boven bij Gennep, het is een kerkdorpje Gennep. En het ligt tegen de Duitse grens aan. En dan heb je allemaal kruidentuinen. En dan heb ik de kruidentuin. Ja. Ik heb ook een productietuin, maar de voorlichtingstuin heb ik daar. Waar mensen van alles kunnen leren over kruiden. Hoe te gebruiken. Dat is huren, ja. Dus super. Vandaar dat ik theeën heb. Ja. Dat is, tegenwoordig wordt daar heel veel gebruikt. Het is hot, hè? Letterlijk en figuurlijk. Ja. En heb allerlei soorten, allerlei smaken. En de kruidenzout natuurlijk. En het droogt allemaal zelf. Droog ze zelf, kweek ze zelf, pluk. Nee. Dat zijn fabels. Dat gebeurde vroeger. Nee, daar heb ik wel een droogkast voor. Ja, een speciale ruimte waar ik het droog en waar ik ze samenstel. Wij gaan er iets heel spannends mee maken, denk ik. We gaan er inderdaad een thee van zetten met thee met visbouillon, een beetje gevogelte. En daarin gaan we mooi een stukje vis pocheren. De mooie verse grietbot lag je ook door. En dan heb ik begrepen dat ik prachtig kruidenzout heb. Ja. Dus dat is speciaal kruidenzout uit Keltisch zout. En dat houdt in? Keltisch zout, dat is vanuit de zee door de moerassen gegaan en daarna gewonnen, waardoor er heel veel mineralen in zitten. Ja, en maar gezond ook. En veel gezonder dan keukenzout natuurlijk. En veel lekkerder. Ja. En dus ik heb er daarna kruiden door gedaan. Het is zo lekker, maar het is ook gewoon op een boterhammetje met een beetje olijfolie en zout. Dat is zo simpel lekker. Kan het leven zijn, hè? Ja. Heerlijke geuren. Het ziet er ook mooi uit. Heerlijk. Ja, heerlijk. De consument, die kan deze thee ook verkrijgen? Ja, die verkoop ik volop bij ons. Ja. Thuis op het erf? Thuis. Ja. Dus of via de website of zo ergens? Ook, allebei kan. Dus, dat zou zonde zijn als ze dat niet ontdekt. Voilà. Ja, maar niet helemaal vol doen, hè? Nee, lekker genieten. Lekker bijschenken. Asperges dan? Dat is misschien niet echt het seizoen, denkt u, maar dat is niet helemaal waar. Want in Limburg zijn tal van wetenschappers en ondernemers 365 dagen per jaar bezig met dat witte goud. Ze zijn altijd op zoek naar een verbetering van het ras. En dat doen ze niet alleen voor ons, omdat we er zo van houden,
Maar dat doen ze omdat de wereld hun markt is. Dus maak kennis met Limseeds, waar innovatie begint in het DNA van de asperge. De allereerste kruisingen gebeuren met de hand. Daartoe wordt stuifmeel van mannelijke planten wordt op de vrouwelijke planten gebracht. Dat is voor de allereerste beproevingen op kleine schaal. Als we later de praktijkbeproevingen ingaan, dan hebben we meerdere zaden nodig. En dan gebeurt de bestuiving, wordt gedaan door bijen. Hetzelfde als later in de commerciële productie gebeurt de bestuiving ook door bijen. Wij beginnen jaarlijks met een 500 kruisingen. Deze worden uitgeplant op onze proefvelden. Dan wordt er gedurende 3 jaar van geoogst. Alles wordt dagelijks geteld en gewogen. De rassen die beter zijn of op kenmerk beter dan de standaardrassen, die worden vervolgens nog een keer beproefd. En dan op meerdere locaties, ook elders in de wereld, meerdere locaties en op grotere schaal. En uiteindelijk van deze 500 blijven er misschien 1 of 2 over die geschikt zijn om geïntroduceerd te worden op de markt. En dat ene ras moet dan wel een toppertje zijn. De aspergerassen uit Horst maken soms flink wat kilometers. Asperge wordt geteeld in de woestijn in Peru, maar ook in China, een land dat zelf 3 klimaatzones heeft. Maar ook bijvoorbeeld geteeld als witte asperge en als groene asperge. Voor iedere toepassing kun je optimale eigenschappen proberen te combineren in een nieuw ras. Enerzijds zijn dat selectie-eigenschappen gericht op de vrucht. Dat kan zijn een goede opbrengst, vroeg in productie, maar ook goede kwaliteitseigenschappen, zoals mooi gesloten kop van asperge, niet hol, geen bruinverkleuring. Maar ook in het zomerseizoen moet asperge mooi gezond blijven. De ziekteresistentie is heel belangrijk. En daarnaast hebben we natuurlijk nog kenmerken van belang voor de consument, te denken aan smaak. Op het moleculaire laboratorium wordt gewerkt met merkers. Merkers zijn DNA-fragmenten die gekoppeld kunnen worden aan bepaalde eigenschappen, zodat in een vroeg stadium geselecteerd kan worden voor de gewenste eigenschappen. Daardoor kunnen we efficiënter en sneller selecteren, zodat we sneller tot het gewenste resultaat komen. Alle planten die we in de kas hebben, hebben we ook in de weefselkweek. Via de weefselkweek kunnen wij planten eenvoudig vermeerderen, zodat we op grotere schaal een zaadproductie kunnen opstarten. Maar het is ook in stand houden van alle oude lijnen. Bij Limgroep zijn we vanuit de positie van marktleiderschap in die aspergeveredeling erachter gekomen dat om marktleider te kunnen blijven, je de meest vooruitstrevende technieken moet gebruiken. Andersom zijn we actief in relatief kleine gewassen, waarin duurzaamheid heel belangrijk is, ook voor de markt en de eindconsument. Dus daarom proberen we de optimale combinatie te zoeken van moderne technologieën en waarden zoals vertaald in het houden van eigen bijen, een duurzame teelt. Naast het ontwikkelen van nieuwe aspergerassen, veredelt de Limgroep ook nieuwe rassen aardbeien en champignons. Je kunt in ieder gewas blijven innoveren, omdat je kunt het vergelijken met topsport. Hè. Ieder jaar denk je wel weer, er is een nieuw record gevestigd en toch rent iemand weer een 100ste seconde sneller.
De grote stappen zijn natuurlijk wel in het verleden gezet. Maar nu nog steeds kun je op allerhande aspecten, een ras in de tuinbouw, maar ook in andere activiteiten, kun je natuurlijk steeds verder verbeteren. Toch blijft de veredeling van asperges de belangrijkste tak. Maar wanneer heb je nu het perfecte Limburgse goud in handen? De teeltomstandigheden die veranderen in de loop der jaren. En daarmee denk ik dat de perfecte asperge gewoon niet bestaat. En dat wij nog jaren vooruit kunnen om de perfecte asperge te gaan zoeken. Bert de Wit, welkom, hoofd innovatie en ontwikkeling van het LIOF en bewoner van de Innovatoren. Het LIOF heeft samen met de provincie en Sintens 10 miljoen ter beschikking gesteld om de maakindustrie te versterken. Gaan we de oorlog niet meer winnen, denk ik? Nou, dan gaan we de oorlog niet meer winnen, maar de eerste slagen de komende jaren wel. Dus er is nog veel meer nodig en er is gewoon duurzaam heel veel meer nodig. En duurzaam in periodes van tijd, langere tijd. Maar het is een hele goede impuls om de komende periode veel nieuwe activiteiten bij de maakindustrie en industrieën gecreëerd om de maakindustrie te ondersteunen. Ja. Hoe zou je de maakindustrie willen omschrijven op dit moment in de provincie? Hoe belangrijk is die? Ja, ik denk heel erg belangrijk, hè, in termen van werkgelegenheid en bruto toegevoegde waarde. Dus het verdienvermogen van de provincie is het gewoon met kop en schouders nummer 1. Hè, de sector waar we het voor moeten hebben. Ja. Dus het is op zichzelf een hele belangrijke sector. In tweede instantie is het ook een sector die het mogelijk maakt om allerlei andere ambities rondom healthcare, rondom agrifood, rondom chemie en materialen. Ik hoor ook de campussen, de health campus, de chemie campus en de Greenport campus, om die ambities waar te maken. Want we hebben elkaar nodig. Het gaat niet over enkel sectoren, het gaat namelijk over die crossovers en elkaar versterken. Nu, die 10 miljoen, wat ga je daarmee doen? Daarmee kunnen we een mooie set van activiteiten en instrumenten inzetten. Instrumenten met name subsidies. Activiteiten bedoeld om partijen te verleiden om nieuwe product-marktcombinaties in de markt te gaan zetten. Om nieuw geld te gaan verdienen met nieuwe producten, nieuwe diensten, gekoppeld aan kansen in de markt die de komende jaren gaan komen. En hoe ga je dat dan bepalen? Wie dan geld krijgt? Nou, wie geld krijgt, we hebben sowieso een hele scherpe definitie gemaakt van wat is nu die maakindustrie. Hè? Wat vinden wij nu gewoon de sterke sectoren in die maakindustrie die een kans hebben, waar een markt voor ligt te wachten. Dat is een eerste afkadering. En ten tweede moet het echt vernieuwende ideeën zijn. Vernieuwende ideeën die ook een marktkans hebben. Het is bedoeld om partijen vooruit te helpen die vooruit kunnen en vooruit willen. Met name de koplopers te ondersteunen. En dat is denk ik een tweetal criteria waar langs we gewoon een aantal aanvragen zullen meten. Ja, maar is er al geld uitgegeven? Er is nog geen geld uitgegeven. Het programma is maandag 2 september open gegaan. Ja. Dus we zien nu de eerste aanvragen binnendruppelen en we gaan de komende periode daar gewoon de eerste euro's op toekennen. Ja, en wanneer is het uitgegeven? Want soms dan hoor je van gelden en fondsen die er zijn en dan 3 jaar later zeg je, oh, ze zijn nog niet op. Ze zijn nog niet. Nou, dat laatste zal waarschijnlijk niet het geval zijn, zeer waarschijnlijk niet het geval zijn. Wat wij nu merken qua enthousiasme vanuit het bedrijfsleven, ook kennisinstellingen geleerd in het bedrijfsleven voor dit programma, voor deze activiteiten, voor deze subsidie-instrumenten. Ja, dat enthousiasme is zo groot dat ik er echt van overtuigd ben dat we met elkaar geen enkele moeite zullen hebben om het geld zinvol aan te wenden. Ja. Zeg, je had het net over die campussen, hè? Mm-hmm. De Gemmelot Campus, voor iedereen een fenomeen inmiddels. Hè? Dat is zo, dat staat in het zuiden. De Health Campus krijgt ook steeds meer vorm en inhoud. Die Greenport Campus is een zorgenkindje. Nou, zorgenkind is heel kwetsbaar, of heel negatief uitgedrukt. Het is wel een kwetsbare ontwikkeling. Een campus heeft op zijn minst een groeikiem nodig. Dat kan een groot bedrijf zijn, kijk naar Gemmelot met DSM. Mm-hmm. Dat kan een kennisinstelling zijn of een academisch ziekenhuis, kijk naar de Health Campus. Ja, Venlo heeft zoiets niet. Daar is geen grote onderwijsinstelling, geen grote kennisinstelling, geen groot bedrijf. Maar wel een grote ambitie. Maar heel veel ambitie. En dat vergt, juist omdat het zo kwetsbaar is door het ontbreken van zo'n groeikiem, dat vergt keuzes en dat vergt heel veel zorgvuldigheid. Dus, ja, maar worden de die keuzes campus gemaakt? Wat zijn dan die keuzes? Nou, in ieder geval één keuze waar nu op voorgesorteerd wordt is het snijvak tussen voeding en gezondheid. Dus agrifood en healthcare, zeg het even zo. Dat is denk ik een hele verstandige keuze. Dat is een markt die groeit. Hè. We worden ouder, we willen gezond blijven. En dat vergt ook gewoon niet. Maar ja, dat is wel een beetje een keuze die achter een bureau wordt gemaakt. Want zijn er dan ook bedrijven of instellingen die zeggen, ik geef daar ook inhoud aan? Ja, gelukkig zijn die er wel. Hè. Anders moet je het inderdaad niet doen. Hè. Het mag geen theoretisch zwemdiploma zijn. Maar dat is nog veel te weinig. Hè. We zullen gewoon meer moeten vormen aan bedrijvencommunity, aan kennispartijen die we verknopen in deze regio. Van de Universiteit Maastricht aan de HAS, aan de Universiteit in Wageningen. Om een groeikern te maken rondom dat thema voeding en gezondheid. Als één van de thema's die mogelijk binnen Campus Venlo. Lig je er wel eens wakker van? Nou, wakker lig ik van heel veel andere zaken. Ik maak me hier wel zorgen over. Het is een kwetsbaar traject, zoals gezegd.
Ja, ja. Iets anders, hè? In Europa wordt natuurlijk ontzettend veel geld ook naar de regio's geschoven voor economische ontwikkeling. Zit vaak in die Interreg-projecten, zoals het heet, in die EVRO-projecten. Ja. Gaat om onwaarschijnlijk veel geld. Ja, ja. 10 miljoen is een schijntje, hè? Daarbij, hoeveel kans maken we als provincie, want er komen dadelijk weer die nieuwe gelden komen vrij vanaf 2014, dacht ik, volgend jaar. Gaat er geld komen? Ook in dit kader? Nou, geld komt niet vanzelf. We maken denk ik wel om een tweetal redenen goede kansen. We hebben keuzes gemaakt. We hebben ingezet op een aantal provinciale topsectoren met kristallisatiepunten in de campus. Dat is verstandig. Dat zal in Venlo nog een verdere slag moeten krijgen, waar we net over spraken. Ja. We durven zelf mee te investeren. Kijk naar Limburg Makers, hè, provincie die toch het voortouw neemt samen met Leo van Sintes om fors te investeren. Ja, dat zullen twee argumenten zijn waarmee we gewoon gewapend heel actief richting Brussel moeten gaan om te zorgen dat die inderdaad die Interreg en EVO-gelden ook deze kant bovenmatig opkomen. Het komt niet vanzelf. Ja, we hebben ze wel heel hard nodig. We kunnen ze meer dan goed gebruiken om ook na 2016, als Limburg Makers bijvoorbeeld opgedroogd is, door te kunnen blijven innoveren, door te kunnen blijven ontwikkelen en de economische structuur in deze regio en daarmee werkgelegenheid en bedrijvigheid te kunnen creëren. Ja. Nou, blijf je hard maken. Gaan we doen. Heel goed. Dank, Bert de Wit. Ja, en tot zover alweer deze aflevering van Koplopers voor deze week. Ik hoop dat u er volgende week weer bent. Tot dan.